Hier is een basisscholentoernooi voor kinderen van groep 7 en 8. En die, dat is georganiseerd, of althans, het gaat uit van de KNVB. Het is vorige week niet doorgegaan, het was slecht weer met sneeuw. Maar nu lopen er toch een aantal jongens en meisjes rond. En die zijn van verschillende scholen afkomstig? Die zijn van de basisscholen uit de regio. Wessem, Postert, L is zelfs hier. 6 jongensteams. Dus dat zijn 11-tallen. En 8 meisjesteams en dat zijn 7-tallen. En die spelen op een half voetbal wel. En is er gaat te winnen vandaag? Of moeten ze zich ergens, is er een eerste plaats te halen? Ja, ze kunnen wel zich kwalificeren. De nummers 1 die gaan automatisch door naar de volgende ronde. Die is in april en ergens. En dan krijg je nog een regiofinale en een landelijke finale uiteraard in juni. Dus het gaat zelfs landelijk. Dus de winnaar die kan zich nog opmaken veel meer tot dan? Je kan zelfs in Ajax terechtkomen, waardoor de finale gespeeld werd. Hoe heet jij? Darja. En van welke school zijn jullie? Het Kempke. Waar ligt het Kempke? In Sint-Odiliënberg. En hoe gaat het met de wedstrijd tot nu toe? Nou, ja, we liggen een beetje achter. 3-0. Maar het lukt wel. Hoe heet jullie? Wendy. En Nienke. Van welk team zijn jullie? Van welke school? De Violier. Sorry. Waar ligt die? In Echt. En hoe gaat het in de wedstrijd tot nu toe? Ja, 4-0. 5-0. Dus, 5-0. Dus, ja, goed dus. Gaat goed. Hebben jullie al meer wedstrijden gespeeld? Nee, nog niet. Het is de eerste. 6-0! Oh, 6-0. Oké. Okay. Dat gaat goed. Ja! Ja. Ze zijn goed gemotiveerd. Ja, deze leeftijd, die jongens, die zijn altijd gemotiveerd. Die kunnen ze ook door de regen sturen, tenminste. En ja, de praktijk is dus dat er toch een hele hoop voetballertjes al van verenigingen zijn. Hè. Want de scholen zijn ook niet achterlijk. Die proberen natuurlijk ook te winnen. Dus jong, best doen bij de voetbalclub, dan mogen ze doen mee doen. Maar dat brengt natuurlijk ook leden nog. Vooral bij de meisjesteams is dat echt een promotie voor het voetbal. Ja, want dat is vooral om te doen, denk ik, het scholentoernooi. Ja, dat is gewoon voor de animo op te wekken. En ja, je kunt wel de scholen afgaan, maar nu komt de school naar het sportveld. Hè, en dat is ideaal. Veel succes met het toernooi. Dank u wel. Wat staat er op jullie spandoek? Winnen doe je hier bij de Violier.